welkom bij een nieuwe Pick a Card reading. Zoals jullie weten doe ik het niet superveel, maar voel ik zo'n beetje aan wanneer dat het moet gebeuren. En dit is veel zo'n moment. Ik ga het thema doen, wat wil Spirit jou vertellen op dit moment in jouw leven? Dus het maakt niet uit of dat je deze video nu tegenkomt, of binnen een half jaar, of binnen 2 jaar. It doesn't really matter. Het gaat er gewoon over dat de video zal langskomen op het juiste moment, wanneer dat jij het moet horen. Dus ik ga jullie de kans geven om te kiezen uit 3 tarotdecks. En natuurlijk, ik gebruik alle kaarten, maar het gaat gewoon over welk deck dat je kiest. En daar zit dan de boodschap in voor jou. Dus ik ga ze eventjes allemaal bij mij nemen. We beginnen met deze. Oké, ze zijn al aan het praten, dat is goed. Goed, ik heb hier 3 tarotdecks. 1. Dit is nummer 1. Dit is nummer 2. En dit is nummer 3. Dus tot welke voel jij jou geroepen om te zeggen, daar zit een boodschap in voor mij? Neem de tijd om nog even over na te denken. Ik kan ze ook nog eens allemaal in de lucht steken tegelijk. En dan kun je nog zien wat je erbij voelt. Het is niet zo simpel. Just to be sure. Dat moet toch leuk kunnen. Ja, maar. Dus 1, 2 en 3. Zo, dus 1, 2 en 3. Welke roept jou? En dan gaan we aan de slag. Voilà. We beginnen met 1. Dus ik ga kijken naar wat zijn de boodschappen die je op dit moment moet horen in jouw leven. Het kan over alles gaan. Dus dat wil zeggen, liefde, werk. Ik zie wat er doorkomt. Voor degenen die gekozen hebben voor dit. Wat is er op dit moment aan de hand in hun leven? Wat moeten ze weten? Waar moeten ze naartoe? Advies. Oei. Ik moet beginnen met een andere kaart, een themakaart. Ik ga even checken. Dan gaan we hier pakken. Hè. Themakaart. Themakaart voor de groep 1. Voor degenen die groep 1 kozen. Wat is er aan de hand? Wat is het advies? Wat moeten ze nu horen? Oké. Spirals of manifestation. Wat jij moet horen op dit moment is dat jij moet beseffen wat voor innerlijke kracht dat jij in jou hebt zitten. Heel simpel is de eerste boodschap die doorkomt. Creëer jouw eigen realiteit. Dus het kan zijn dat je op dit moment een beetje vastzit met bepaalde ideeën. Met gewoon het, of veel te veel ideeën en je weet niet links of rechts. Of een keuze, een crossroad en je weet niet links of rechts. Op zoek naar oplossingen om nog meer geld te verdienen of om nog meer daar te geraken. Ik voel hier heel veel ambitieuze mensen die iets willen bereiken in hun leven. Dat kan even goed zijn dat je zegt, ik wil echt de ideale partner aantrekken. Maar Spirit wil dat je leert werken met manifestatie. Dus wat ik als eerste al moet zeggen is, let op uw woorden. Let op uw manier van spreken, zowel over jezelf als over andere mensen. Omdat het heel cruciaal is, omdat je waarschijnlijk heel veel kracht in jou hebt. En als jij dan negatief praat, dan trek je dat ook meteen terug aan. En dat is iets heel common, iets heel... Iedereen kent de Law of Attraction, maar de Law of Attraction gaat veel dieper als dat. De Law of Attraction heeft ook te maken met uw spirit team, dat u hoort praten over uzelf. De Law of Attraction is simpelweg. Ik raise my vibration en daardoor trek ik dezelfde vibration aan. Als je heel laag in vibration zit, dan zult je ook heel laag vibration aantrekken. Dus we gaan hier nu dieper op in met het tarot. Wat zijn de boodschappen voor groep 1? Zowel liefde als werk. Als algemene boodschappen van Spirit, wat wil je vertellen tegen groep 1? Oké.
Judgment, Ten of Cups en de Five of Coins. Ja, dus dit is een groep die daar eigenlijk zowat het geloof is verloren in zichzelf. Jullie moeten beseffen dat alles in jullie leven jullie leidt naar een bepaald punt. Ik voel heel veel... Waarom lukt het mij niet? Had ik toch maar dat gedaan? Heel veel ook vertrouwen kwijt in dat het goed komt. Uw connectie met uw eigen hogere zelf is niet zuiver. Of is er zelfs bij sommigen helemaal niet. Of misschien, als je heel spiritueel al bent, vraag je de verkeerde dingen of focus je u op de verkeerde dingen. Dus met de Ten of Cups in reverse en de Judgment in reverse. Je weet wel waar dat je wilt. Je weet alleen niet zo goed hoe dat je moet geraken. En op dit moment voel ik dat er heel wat dingen misschien aan de hand zijn, waardoor dat je zoiets hebt van, kijk, het is gewoon niet voor mij weggelegd. En Spirit zegt, jawel, het is wel voor je weggelegd. Alleen moet je een nieuwe perspectief krijgen. En een nieuwe manier van kijken naar dit probleem. En ook leren voelen. Ik krijg ook voor sommigen door, is uw intentie juist? Met wat je aan het doen bent. Misschien wilt je wel iets heel hard voor de verkeerde redenen. Geld om geld te willen hebben, dat werkt nooit. Dat gaat je spirit je ook niet geven. De intentie achter wat je wilt doen moet groot zijn en moet goed zijn. Want, wat kan ik een voorbeeld geven? Ja, ik kom niet echt meteen op een voorbeeld. Maar u, oh, jawel, ik had juist een voorbeeld, maar het is weg. Give me another example. Ja, dus als je een zaak opent, het gaat erover van, doet jij die zaak open om geld te verdienen, of doet jij die zaak open omdat jij iets op de markt wil brengen dat anders is dan anderen, dat anderen kan helpen. Als voorbeeld, ik ben personal trainer, er zijn 10.000 personal trainers. Wat maakt mij beter dan iemand anders? Waar is mijn intentie? Ik help heel graag mensen. Ik doe graag mensen transformeren op alle mogelijke manieren. Dus ik doe dit niet om geld te verdienen. Dat is heel leuk en ik heb geluk dat ik er geld mee verdien. Maar dat is niet mijn intentie. Dus waarom doe je iets, vraagt Spirit. Waarom? En daar ietsje beter over nadenken. Hetzelfde met voor degene in de liefde. Waarom wilt je liefde op dit moment? Wat gaat u dat brengen? Denk je dat dat je gelukkig gaat maken? Is dat het ultieme geluk in het leven? Dat heb je en dan wat? Dus de intentie, voel ik, hier is heel belangrijk. Je kunt leren manifesteren, maar het moet vanuit een puur, zuiver gevoel komen. En je moet beseffen en je moet geloven. Je moet echt geloven dat iets kan. Zijn er nog boodschappen? Sorry. Zijn er nog boodschappen voor groep 1? Oké, nu gaan we naar, voor sommigen van jullie, sommigen van jullie zitten vast aan een bepaald denkpatroon of in een verkeerde relatie. Dus er zijn twee groepen hier. Je hebt degene die aan een relatie zitten die eigenlijk niet goed voor hen is. En toch er blijven naar terugkeren en op die manier hun eigen waarden en normen schenden. En dan heb je de mensen die vastzitten in een bepaald denkpatroon. Een oud geloofssysteem, iets dat van hun jeugd is meegekomen, zoals ik kan het niet, ik ben lelijk, ik ben slecht, ik ben... waardoor dat ze eigenlijk bepaalde patronen blijven herhalen. En die pijn achtervolgt hun, waardoor dat ze niet verder kunnen geraken. Dus we blijven in hetzelfde thema als Spirals of Manifestation, dus het gaat hier wel over een groep die we vooruit wil, maar die niet vooruit geraakt. En die moet beseffen wat voor kracht dat er in de lucht hangt, wat voor magie dat er op dit moment aanwezig is. En zelfs niet op dit moment, altijd aanwezig is geweest. Maar het wordt tijd dat jij je boeltje bij je inpakt en in je eigen kracht zet. En niemand gaat het doen behalve jij. Je bent de enige die het kan doen voor jou. Dus ik voel ook bepaalde mensen hier die daar in een slachtofferrol zitten. Die dan zo, oh, garme ik. Dat is een attitude, daar houdt Spirit niet van. Daar hou ik ook niet van. Dat maakt u alleen maar lager in vibratie. En zorgt er ook voor dat jij niet een uitweg ziet.
Want je gaat het altijd op anderen steken en op andere situaties en omstandigheden. Dus wat zegt Spirit? Kom alsjeblieft uit die slachtofferrol en besef dat het pijn is dat je jezelf eigenlijk uiteindelijk aandoet. Dus want we hebben hier de Devil in reverse, de Three of Swords in reverse en dan de Four of Cups rechtop. Nu, de bedoeling is dat je hieruit geraakt en eigenlijk is het ook zo dat je daaruit gaat geraken. Maar eerst moet er worden inwards gekeken. Four of Cups is mediteer. Ga in rust. Kijk naar waar het is fout gelopen. Kijk naar waar het blijft fout gaan. Kijk naar de pijn. Voel de pijn en transformeer de pijn. Dus ik zei er straks, uw waarden en normen zijn geschonden. Welke situatie dat het ook is. Werk, familie, liefde. Persoonlijk, voor degene die kijkt en voelt van oké, dat gaat voor mij over dit. Wow, ik had even een déjà vu. Ja, dus, en het gaat over dit. Kun je je dan afvragen, wat zijn mijn waarden en normen? Wie heeft die geschonden? En waarom is dat gebeurd? Heb ik dat zelf gedaan? Waarom is dat gebeurd? Heeft iemand anders dat gedaan? Hoe heb ik dat laten gebeuren? Dus dat is iets dat heel veel doorkomt hier. En dan nog een derde boodschap. Voor misschien nog een andere deel van de kijkers naar groep 1. Is er nog een boodschap die moet worden doorgegeven? Deze ook nog. Dan, nog een andere boodschap. Er moet meer open communicatie zijn bij sommige van de koppels onder jullie. Als jullie open zijn en eerlijk tegen elkaar, dan is er een kans dat de relatie gaat slagen. Zo niet, dan is het eigenlijk al gedoemd. Er is hier een bepaalde waarheid tussen jullie twee. Maakt niet uit wie dat hier is. Jullie zijn een koppel, er is een bepaalde waarheid tussen jullie twee die niet wordt uitgesproken. Er moet meer duidelijke, klare taal zijn. Jullie moeten jullie liefde voor elkaar terugvinden en dat moet nummer één zijn. Wat jullie moeten beseffen, is dat als die waarheid wordt uitgesproken, het twee kanten kan uitgaan. Of jullie beseffen dat jullie niet meer samenpassen. En dan scheiden de wegen. Of het brengt een soort van rejuvenation. Een soort van rebirth. Waardoor dat jullie kunnen overwinnen. Maar het besef moet zijn dat jullie beide kanten kunnen opgaan. Want wat is hier de boodschap? De boodschap is dat er sommigen van jullie eerlijk moeten gaan zijn over wat dat jullie voelen en denken. En dat wordt tot op heden dus niet gedaan. Dit kan ook zijn met een familielid of met een collega. Dus je moet voelen waar dat deze echt voor u past. Waar dat het resoneert. Want het gaat hier puur over eerlijke communicatie. En er is geen eerlijke communicatie vanuit de angst dat het fout gaat lopen. Vanuit de angst om de band kwijt te raken of de persoon te kwetsen. Maar Spirit zegt, soms zit het op je pad om iemand te kwetsen, omdat die persoon daaruit moet leren. Soms zit het op je pad dat het hoofdstuk nu gedaan is. Dus wat deze connectie u dan komt leren, is om eerlijk te zijn. Dus voor sommigen moet er heel dringend worden eerlijk gesproken over wat dat er wordt gedacht en gevoeld. En voor sommigen gaat het ook over met uzelf eerlijk zijn over iets. Iets dat je ontkent op dit moment. En de opluchting hiervan, naar uzelf iets toegeven, zal een last van uw schouders zijn. En zal u direct een stap vooruit zetten. Dus dat zijn de boodschappen hier in groep 1. Dat is al redelijk straf. We gaan een keer kijken wat Aartsengel Michael wil zeggen tegen groep 1. Zelfrespect. Dus het ging hier over waarden en normen en over eerlijke communicatie.
Lieve God en engelen, dankjewel dat jullie mij helpen mezelf te zien zoals jullie mij zien, met de ogen van liefde. Dankjewel dat jullie mij waarderen en respecteren. Help mij alsjeblieft zien zodat ik dat ook voor mezelf doe en dat jullie mij de moed geven om namens mezelf te spreken. Communicatie. Ik vraag jullie om mezelf om mij te beschermen in al mijn relaties, zodat ik omringd word door liefhebbende, vriendelijke mensen. Dus bij heel veel mensen zit hier dus angst op praten, angst op liefde ontvangen en geven. Dus wat ik ook doorkrijg is gronding. Dat jullie beter moeten gronden. Maar ik ga een keer... Wacht. Ik ga een keer zoiets kijken wat stenen dat jullie nodig hebben. Dan. Hulp. Nee. Waaraan moeten jullie overgeven? Hulp 1. Wat moeten ze loslaten? Voilà. Hier komen we. Surrender outdated beliefs about yourself. Dus die zijn die geloofssystemen. Iets dat je over jezelf zegt, iets dat niet gaat lukken, iets dat er is ingeprint vanaf kleins af aan. Let go of limiting ideas about yourself that originate from the past. Then you can own your power and soar in your life. En dan hebben we hier surrender to non-action. Now is the time to be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. Deze is een kaart die dat terug... Het zegt over manifesteren. Durf manifesteren, visualiseren, mediteren. Doe alles wat je kunt en laat het dan los. Laat het dan los en geef het dan eigenlijk aan spirit. Trek je terug om je af te vragen wat je echt wilt. Wat dat je intenties zijn. Dus durf ook een keer even niks doen en alleen maar te voelen. En dat is iets dat voor heel veel mensen moeilijk is. Want iedereen wil overal ergens geraken. Terwijl er voor niemand een deadline is. Dan. Voor groep 1. Boodschappen voor groep 1. Ja. De dry desert. De droge woestijn. 31. Ga een keer kijken. Dig deep for inspiration and truth. Now is the time to become resilient and adaptable. Is your life presenting you with opportunities that seem to yield nothing? Have your ideas dried up? Does it feel like you're on an endless journey through a dry, hot desert? This oracle card reminds you that there are times when you are meant to become resilient as you journey through harsher circumstances. You're being required to conserve your energy until after consistent effort you reach the oasis you are searching for. Consider the creatures that live in these conditions. They have adapted to thrive in despite of your outer environment. In a desert, water that is essential for life can be found deep underground. So go deep within yourself now and find your truth. Let spirit sustain you while you locate your real source. Whatever it is that you are asking about will not be found in the conditions you're in until you move past the surface of things and choose to do the real inner work and discover that the answers you are searching for are deep within you. This may not seem like the most productive time, but looks are deceiving. This is most important place to find what is truly right for you. Dus wat hier wordt gezegd, is iets dat wordt teruggevonden in de drie verschillende boodschappen die hier naar boven kwamen. Wat is uw waarheid? Wat is uw intentie? Waarom doet je iets? Hou het niet te oppervlakkig. Dus we zitten hier met een groep die graag dingen wil bereiken, die graag verder wil kruipen. Ja, kruipen letterlijk, hè, want jullie zijn een beetje zo van, waar gaat dit heen? Maar jullie diggen niet diep genoeg. Dus dit is een groep die shadow work moet doen. Die moet eerlijk zijn tegenover zichzelf. Shadow work wordt niet gedaan op één dag of op een uur. Dat is iets een lang proces. En het begint altijd met eerlijkheid. Het begint altijd met te zoeken waar ligt deze core van dit probleem. En de core van een probleem ligt heel vaak bij jezelf. Dus zoek het niet bij een ander. Zoek het niet in andere omstandigheden. Kijk bij jezelf en vind uw waarheid.
Is er nog iets dat ik moet doen? Nee, ik mag het gewoon zo laten. Dan gaan we naar Kuan Yin. Is er iets dat Kuan Yin nog wilt zeggen tegen groep 1? Er zijn momenten dat het verstandig is om bescheiden te zijn. Totdat je innerlijke kracht ontdekt en dat je sterk genoeg bent om je gedachten, je gevoelens en je overtuigingen zonder twijfelen te delen. Zelfs wanneer je wordt uitgedaagd door iemand anders. Op andere momenten zijn we bereid om een risico te nemen. En dan laten we de innerlijke lotusbloesem van onze ware zelf zien, zodat deze voor iedereen waarneembaar is. Dat is een kaart die eigenlijk vertelt dat jij een beetje aan het ontpoppen bent opnieuw. Van in de modder te zitten naar de lotus. En dat je op dit moment voor jezelf moet gaan beslissen, wat is voor mij het verstandigst? Is het goed voor mij om actie te ondernemen? Of is het even tijd voor mij om mij terug te trekken? Wat je ook beslist, doe het met de volle 100% en twijfel niet. Als je terugtrekt, dan ga je ook naar die non-action. En dan ga je ademen, mediteren en voelen. Als je ervoor gaat, dan moet je 100% meteen in je kracht staan en niet twijfelen aan jezelf. En dat is de kaart van de schitterende lotus. Voilà, dat zijn de boodschappen van Spirit voor groep 1. En we gaan meteen verder naar groep 2. Degene die gekozen hebben voor groep 2, dat is ons Vice Versa deck. Ik ben er heel zot van. Voor de vorige, degene die het nog willen weten, dat was het Fountain deck. Fountain deck. Dit is het Vice Versa deck. Daarin moet ik geen reversals lezen, omdat die eigenlijk reversals hebben. Dus die vallen naar de perfecte kant. We beginnen met een thema. Dus we gaan even een thema zoeken voor groep 2, die dat deze gekozen hebben. Groep 2. Wat is het algemene thema van alle mensen die gaan kijken naar groep 2? The messages from spirit van groep 2. Oeh, wauw. Heavy group. Wat mij zeer opvalt meteen, is dat jullie dus dat deck hebben gekozen. En ik denk dat jullie dan zijn aangetrokken geweest door haar. Zij is de High Priestess. Eender welke had van voor kunnen liggen, het was in deze. Aan de achterkant is niet geschud geweest. Ja, gisteren of zo. Hebben we de Two of Wands in Reverse. Wat meteen zegt, dus met deze kaart erbij. Dus jullie zijn een beetje een nieuwe geboorte van jullie zelf aan het doen. En dat is moeilijk voor u. Dus er is een beetje resistance naar die nieuwe geboorte van uzelf toe. Waarom? Omdat we hier de High Priestess hebben en dat is dus eigenlijk uw hogere zelf. Letterlijk, je hebt uw hogere zelf gekozen die u een boodschap wilt geven. Met de Two of Wands in reverse zegt het van, jij moet een beslissing maken, jij staat op een kruispunt en jij weet het niet. Jij weet niet links of rechts. Je hebt bang om links of rechts te gaan. Dus we gaan een keer kijken. Met die New Birth voel ik heel veel... De laatste maanden of weken ervoor heb jij zaadjes geplant. Onbewust of bewust ben je met iets bezig geweest. Je kunt bewust met iets zijn bezig geweest. Of er kan zich een situatie hebben voorgedaan waardoor dat je inzichten bent aan het krijgen over jezelf. Inzichten die voor u een beetje moeilijk zijn. Die een beetje hard zijn. Dus op dit moment, jullie zijn de groep die voor de spiegel staat, die de spiegel voor zich gepresenteerd krijgt, en zo van, oei, dit is het nu, dit ben ik nu, wat doe ik met deze informatie? Jullie voelen jullie zelf echt veranderen, er is echt een verandering aan de gang, en met verandering, van verandering dan gesproken, het is een beetje de alsof jullie voor de eerste keer in connectie komen met jullie hoger zelf. Dus ik moet een klein stukje voorlezen van dit boekje, allee, van die kaart. Dus we gaan dat doen. Wat moet ik lezen? Zeg het eens. Oké,
within you, perhaps even below the level of your consciousness, dus zonder dat je het bewust bent, there is a fresh new life emerging like a vibrant green shoot rising up from the earth. This new life is in need of your attention and your care. This could be a new relationship that needs tending with interest and kindness. It could be a new idea that you need to nurture into fullness, because it is going to hold a special purpose for your life path. It might be something within you, a new behavior or a new way of looking at yourself, a new way of being in the world that you need to tend to until it becomes more natural for you to embody. Daar is al iets dat ik moet lezen. Is er nog iets dat ik moet lezen? Okay. You must pay attention to the new life emerging from you now. You must not be careless and think it doesn't matter, because it matters greatly. Being careless now is like killing off the idea before it has a chance to grow. Be strong enough to withstand the criticism, the jealousy, or the sabotage by dark consciousness in yourself or in others. We don't have to be frightened of destructive energy. It exists in nature and in us, and it is a part of life. We do, however, need to be intelligent to its potential power and stay centered in our heart and in our wisdom. Ja, dus dit gaat eigenlijk gewoon over rebirth. Iets in u dat echt dringend... het is alsof jij letterlijk van dingen aan het veranderen bent, van vel. En er zijn al een paar stukjes aan het afbrokkelen, maar ik voel dat je het tegenhoudt. En we gaan kijken waarom dat je het tegenhoudt. Je moet nu je vooral focussen op liefde en licht. En heel zacht zijn met jezelf. Want er gaan er onder jullie zitten, dat is specifiek waarom ik zeg zacht zijn met jezelf, omdat er verschillende gaan zijn die heel kritisch gaan zijn op hunzelf. En hun eigen gaan afstraffen voor dingen dat ze over zichzelf ontdekken. En dat is iets dat niet mag gebeuren. Want, opnieuw, there's no right, there's no wrong, there's no good, there's no evil, there is... Allee, dat is er... Ja en nee. Daar niet. Hier wel. Daar niet. Maar dat is een perceptie van het mens zijn. Dus je mag niet kwaad zijn op jezelf. Je mag niet kwaad zijn op anderen. We gaan nu leren om uit het ego te stappen en vriendjes te worden met onze hogere zelf. En dat is jullie boodschap op dit moment. Ik heb voor de vorige groep 3 boodschappen getrokken en ik ga gewoon hier hetzelfde doen. Dus, liefste spirit. Kunnen jullie voor groep 2 even... een boodschap geven, alsjeblieft. Wat willen jullie vertellen tegen groep 2? Oké. Dit is veel. Allee, veel in één keer. Ik ga stapje per stapje. Het eerste dat hier heel goed doorkomt is... Het is heel snel gebeurd. Voor sommigen. Er is iets heel snel abrupt gebeurd. Dat heeft u emotioneel echt gedrowned. Pijn. Deze pijn is er voor een reden. Wilt je alsjeblieft naar die pijn kijken? En wilt je beseffen... dat die er is om u naar uw hoogste goed te trekken. Whatever it is. Voor iedereen is dat persoonlijk iets anders. Je zult achteraf terugkijken en zeggen, haha, het was toch maar zoiets kleins. Ik heb het gevoel dat jij u heel hard wilt beschermen, uzelf, om van de pijn. Voor degenen die nog niet dit hebben meegemaakt, misschien komt het nog. Dat je aan het beschermen bent voor pijn die moet komen. Dus je kwetsbaarheid, dat is iets waar je bang van bent. Maar je emoties zijn aan het oplopen. En je voelt dat je voelt ja, dat het een beetje een bom is die op barsten staat. De laatste druppel water. En misschien is voor sommigen de druppel water al lang gevallen. Voor sommigen gaat de druppel water nog komen. En dan is de emmer helemaal vol. En dan stroomt die over. En it is for a reason. Dus jullie moeten ook leren omgaan met jullie emoties. En voor sommigen moet ik echt zeggen, chapeau dat jullie dit aan het doen zijn. Want jullie horen niet genoeg dat je sterk bent en dat je dit goed aan het doen bent. Dus dit is een confirmation van Spirit van, goed bezig. Maar, leer alsjeblieft in het heden leven.
Dus het is nodig om te kijken naar het verleden soms, zeker om dingen beter te vatten of te begrijpen. Maar het verleden is er niet meer, dus het enige wat je hebt is vandaag. Leef niet in de toekomst, want dat weet je ook niet. Daar in de toekomst leven en deel te denken wat als, gaat u alleen maar meer anxiety bezorgen. Dus, voor uw eigen goed, leer werken met de emoties die je vandaag voelt. Je staat op. Je neemt je koffie, je ontbijt. Wat voelt je? Waar zit er spanning vandaag? Voor sommigen, dit is een zwaardere groep. In de zin van emotional is dit heavy. De vorige groep was veel meer mentaal. Dit is emotional. Dit is heavy. Jullie zitten. Voor sommigen is het misschien echt een beetje een mini-depressie of een grote depressie. Maar besef dat het donker daar is om u te rebirthen. Dus jij bent dat zaadje dat nu in de aarde zit en geen licht ziet. En voor sommigen misschien is er al een scheut naar boven gekomen en heb je al een klein beetje licht van de tunnel. Voor anderen is er nog helemaal geen licht. Vertrouw erop dat het universum u het water geeft dat je nodig hebt om te groeien. Dat is alles wat hierdoor komt en dat is heel intens. Durf uw emoties laten zien aan uzelf. Dus echt, ik moet echt zeggen, please, ween. Als je voelt dat je moet wenen, ween. Jullie moeten op dit moment in jullie leven jullie kwetsbaarheid leren zien, omarmen. Al weent je fucking elke dag. Ween. Want wenen is helen en dit proces is iets wat je door moet. Dus dit is hartchakra-wise, hè. Voor heel veel mensen is hartchakra een klein beetje aan het opengaan. Voor sommigen weer wat groter, maar deze hier wordt heel veel op gewerkt. Dus pat yourself on the back. It's okay, you're fine. En je bent heel sterk en je kunt dit. Dat is boodschap 1. Dan nog een boodschap voor de groep 2 van een new bird. Kunnen jullie... Nieuwe? Ja. Oké. Wat is dat? Ai, ai, ai. Oké, voor sommigen gaat het hier letterlijk over trust issues en kan het zijn dat je bijvoorbeeld bedrogen bent geweest of een vriendin of vriend die dat u iets heeft aangedaan, dat gaat van, zoiets van, had ik niet verwacht, dat mee in dit rebirthing proces zit. En dat weerhoudt u er dus van om uw nieuwe begin te hebben. En wacht, lots of info hier. Ja, what's done is done. What's done is done. What's done is done. Je kunt niet teruggaan. Hou u alsjeblieft niet vast aan wraakgevoelens. Hou u niet vast aan, oh, ik ga die nog wel terugpakken. Of, nee, dat is iets dat je volledig moet loslaten. Wilt jij echt snel hierdoor geraken? Ja, het is eigenlijk gewoon zo mooi. Je hebt hier twee hele donkere kaarten, sevens. I don't like sevens at all. Seven of Swords in reverse wel, dus dat is goed. Dus de energie, ah nee, dat is energie waar dat je uitkomt. Maar de vraag die ik u hierbij moet stellen is, waarom houd je nog vast aan die emoties van toen? Waarom kijk je zo terug naar die moment? Dus er is eigenlijk iets hier over wantrouwen en pijn die dat u geraakt heeft. En je blijft daar eigenlijk de hele tijd naar terugkijken. Met de Seven of Swords en dan de Seven of Wands. Denk u. Zie ik dus dat het ook wel gaat over iets dat u misschien echt is afgepakt geweest. Dus dat kan zijn fysiek gewoon iets dat u. Dus vertrouwen, omdat er fysiek eigenlijk iets van u is afgepakt, dat je heel veel moeite mee hebt. Dus dat is oké, okay, je mocht dat voelen, maar je mocht er niet in blijven hangen. Want. Waarom ligt die? Het is tijd dat jij achter je eigen dromen gaat gaan. Dus dat je je bezighoudt met je eigen gesteek energie in verkeerde dingen.
Waarom ligt die achter? Wat betekent de zon hier? Is dat iets dat niet belangrijk was? Waarom ligt de zon hier? De zon ligt daar, omdat... Oh, dat is dan meteen die derde boodschap dan. Oké, dus... This is illumination. Er is voor sommigen nog iets dat aan het licht moet komen eigenlijk. Dat kan gaan over jezelf, over anderen. Er is iets dat aan het licht gaat komen. De zon is inzichten, de zon is het nieuwe begin. Rare energie hier. Het wordt goed gemaakt. De spirit zegt, whatever it was, het wordt goed gemaakt. Je gaat een nieuwe kans krijgen. Je gaat de kans krijgen om in je kracht te komen staan. En alles wat jij geleerd hebt uit deze hele situatie, deze new birth, deze nieuwe inzichten, om je in je kracht te zetten. Jij gaat sterk zijn. Dit is je nieuwe kans. Jij gaat... Ik hoor ook dat je voor de eerste keer authentiek gaat zijn met jezelf. Je gaat zeggen, kijk, hier ben ik. Dit ben ik. Neem mij maar zoals ik ben. Met de Queen of Swords is het echt van, ik sta in mijn kracht. Ik spreek mijn waarheid. En duw mij niet weg omdat ik mijn waarheid spreek, want ik sta er pal achter. Dus ik voel jullie heel hard risen. Dus die zon is jullie die eigenlijk in die kracht komen te staan. Dus dat nieuwe begin, na al die negatieve energie, omdat ook al lijkt het allemaal negatief, het is eigenlijk zoiets mooi. Het is een groeiproces. Jullie zitten in groeipijn. En, heel mooi, victory is yours. Overwinning. Terugkijken en zeggen, ik heb dit gedaan. Dus, en kijk hoe zo mooi, die nine, jullie komen gewoon uit dit, dus waar dat je zoiets had van, ik zie het niet meer, ik zit vast. Dan ziet je in één keer, hey, dit is een raam, ik kan er eigenlijk gewoon wel fucking door. Er is hier niks meer om bang voor te zijn achteraf. Dus ik moet jullie laten zien, zeker met die, ja, dit vind ik zo guarded vigilante. Alsof je letterlijk een harnas krijgt en niks je nog kan raken. Dus echt heel, heel diep in die kracht komen te staan is dat voor jullie. Ja, er is nog iets, hè. Is er nog iets? Dat moet gezegd worden. Ja, dat dacht ik al. Dat is een langere. Oeh, de Queen. Allemaal reversals. Dit voelt voor mij aan als advies. In de zin van... Alles gaat achter u liggen. Maar dit is nog een andere groep ook. Dit is advies, maar dit is ook nog een andere boodschap. Dus... Er ligt iets in uw verleden. Dit kan echt... Dit is misschien... Oh ja, is het dat? Een soul connection, iets in uw verleden. Een gebeurtenis of een bepaalde band met iemand. Waarvan dat je echt moet gaan beseffen dat dat gedaan is. Dat dat een bevrijding gaat zijn voor u als je kunt zeggen dat je dat eindelijk achter u gaat laten. Dus dat is ook weer hier iets in die geboorte. You're keeping yourself stuck door eigenlijk toch nog daar te willen zitten heel de tijd. Er is heel veel moois aan het gebeuren, maar aangezien dat je focus verkeerd is, ziet je niet wat voor moois er eigenlijk aan het gebeuren is.
Keer uw rug niet toe naar de mensen dat het goed met u voor hebben. Dat is ook een boodschap. Ja, dus als je deze kunt achterlaten, dan kun je gaan werken aan datgene waar dat je al altijd hebt wil aan werken dat zo niet leek te lukken. Uw deel van uw heling is dat dit specifieke stuk achterlaten. Sommige dingen gaan relateren naar het vorige, maar dit voelt toch nog anders. Oké, nu komen de vragen. Waarin houd jij jezelf tegen? Je moet het beantwoorden voor jezelf. Waarin houd jij jezelf tegen? Waarin... Welk deel van jezelf zit nog in het verleden? Als je echt een deel van jezelf zou kunnen zeggen dat hij in het verleden zit, welk deel van u is dat? Is dat echt een arm, een voet, een been? Is dat een bepaald energieveld? Is dat al de oude u die daar zit? Je moet erover nadenken. Welk deel van u zit vast daar in dat verleden? Is dat emotioneel? Is dat mentaal? Is dat echt energetisch dat je vast zit in het verleden? Dus dit komt wel neer op weer advies, want ik moet u eigenlijk echt doen nadenken over bepaalde dingen. En... Ja. Durf te kijken naar dat moment. Durf te kijken naar dat moment, omdat de... Ik denk, je kunt het nog niet achterlaten omdat er nog iets te leren valt. Dus je moet er nog even naar kijken. En al die vragen die ik nu stel beantwoorden. En op basis daarvan kun je het loslaten. Maar je kunt het niet loslaten omdat je nog altijd de les niet hebt geleerd. Dus voor sommigen, wat ik echt hard voel, is dat voor sommigen hier echt... Eén bepaald ding is dat blijft terugkomen. En het is zo diep nu dat het die nieuwe bird eigenlijk naar boven haalt. En het is zo van, ik ben het beu, het blijft terugkomen. Maar please, als je niet wilt dat het terugkomt, leer je les dan. Dus dat is even... Goed, dan. Wat wil aartsengel Michael zeggen tegen groep 2? Wat wil aartsengel Michael zeggen tegen groep 2? Wees lief voor jezelf. Oh my god. Ik heb het u 10 keer gezegd in het begin. Wees lief voor jezelf. Aartsengel Michael, help me alsjeblieft mezelf met liefde te behandelen in alles wat ik denk, zeg en doe. Help me in te zien dat ik deze onvoorwaardelijke liefde verdien. Ik laat alle gevoelens van schuld los, zodat ik altijd innerlijke vrede zal kunnen ervaren. En bescherm jezelf. En dat is dus het beeld dat ik juist kreeg van jij met je nieuwe harnas, niks kan mij nog raken. Dat is een energie waar dat je eerst zelf kunt instappen. Een energie waarin, als je dit allemaal hebt gedaan, sowieso gaat instappen. Maar ook een energie waarbij dat je hulp kunt vragen. Dus je kunt vragen aan je team van help mij om mezelf te beschermen en in mijn kracht te blijven staan. Dus de negatieve invloeden die op dit moment rond u zijn, in die bepaalde situatie... Visualiseer u ook in uw eigen bubbel altijd. Knip de koorden los met die mensen of die situaties. Aartsengel Michael, ik vraag je om mij, de mensen om mij heen, mijn auto, mijn huis, te beschermen met je krachtige schild. Omring ons met je violette licht dat alleen maar pure liefde doorlaat dringen. Blijf alsjeblieft dag en nacht bij mij en zorg dat de lieve mensen om mij heen veilig zijn. En dan mag je bijvoorbeeld specifieke namen of situaties beschrijven. Dus ik denk dat dat heel mooi beschrijft wat er hier allemaal aan de hand is, want het is wel een diepe groep. Dan, wat moeten jullie nog loslaten? Groep 2.
Dat is al ingeval. Oh, voilà. Zit. Surrender to joy. A key to positive change in your life is to let the joy in and savor it. Indulge in random acts of smiling during both the hard and the easy times. Keep surrendering to more joy. Dus ook al was er dit, blijf uw zonneke laten zien. Blijf shinen. Is er nog iets? Voilà. Echt. Surrender to what is, zoals ik zeg. Je hebt het heden, je hebt het verleden, maar je hebt alleen nu. Dus je gaat nu alleen focussen op wat je nu voelt en je daarmee bezighouden. Je kunt niet daar en daar zijn. Dat bestaat ook niet. Dat is een illusie. Je hebt alleen nu. Dus flow with what is instead of fighting it. When you can't change a situation, compassionately accepting it exactly as it is will bring you peace. Dat is nog één. Very sorry. Another one. Voor groep 2, de laatste. Wauw! Surrender to complete healing. Dus dit is echt een diep helingsproces, hè? En je moet je eraan overgeven. Je kunt het heel lang trekken. Heel goed voor u dan. Dat is niet leuk, maar dan is dat uw eigen schuld. Dus laat het los. Dig deep. Surrender. Open fully to the loving, compassionate force of the universe that supports you physical, emotionally and spiritually in your healing. Yes, yes, yes. En dan, om te eindigen, wat is nog een boodschap? Boodschap 2. We hebben hier twee mooie lovely boodschappen. Wow, the deep freeze and flying. Kijk naar, dat wil ik even laten zien. Want dat zijn twee kaarten en je ziet van het ene gaat naar het andere gaan. Kijk een keer. Ze gaat van de deep freeze, koud en donker, naar flying, het licht. Dus we gaan allebei een stuk voorlezen. Okay, you have the power to see things from a higher perspective. Ja, ik moet die dus eerst voorlezen, dat schijnt. If you were a bird flying high in the air, what would you see? When you soar above life's challenges and opportunities, a new perspective becomes available. Today, you have invisible wings that allow you to swiftly bring your circumstances into alignment with your highest purpose. This is a sign that your waiting is over and that all your hard work has paid off and the things that you hoped for are no longer beyond your scope. You have the ability to reach for the stars and find one with your name on it. So spread your wings and soar, the angels are waiting on you. Dus ze willen echt dat je gaat vliegen. Dat is de uiteindelijke bedoeling hiervan. Dus je moet het echt zien als iets dat u naar boven gaat trekken. Het leven wilt u nooit naar beneden halen. Alles in uw leven gebeurt om u te doen vliegen. En dan hebben we 26. Everything has its season. Now is the time to put activity on hold while you rest. The cold winter beckons you to slow down and put a freeze on things that are not ready to bloom. It is time for regeneration and hibernation. Forgo ambitious activity. A pregnant pause allows your ideas to gestate, projects to shift and change, relationships to go through a dreamy state of being, not going anywhere, is not needing to. This is the time to put all your arguments on ice. Nothing beneficial will come from any of them. Self-care is the most important activity right now. Reflect, read a good book, get a massage, rest and dream. Dus, wat dit ook wil zeggen, is uw energie die gesteekt in die situatie, in die negatieve mensen, weet dat het er niks gaat uithalen om er blijven energie in te steken. Wat moet je dan doen? U terugtrekken, de situatie gewoon evalueren in uzelf. Wat betekent die situatie voor mij? Waarom reageer ik zo op die situatie? Waarom is dat gekomen? Wat wil mij dat zeggen? Dus erover nadenken in rust is veel beter dan constant in debat gaan en oplossingen zoeken en willen confronteren, want het heeft geen nut niet meer. Dus
De combinatie van de twee zegt, probeer het hogere perspectief te zien waarom dat alles aan het gebeuren is. En probeer niet die energie verloren te laten gaan. Als je energie steekt in dit proces, want je wilt hier geraken, wees dan heel bewust van de energie en hoe dat je die gebruikt. En daarom komt ook die kaart met wees lief voor jezelf en bescherm jezelf. Zet u in uw bubbel. Pat your back on yourself on the, on the back, on the shoulder. En pak het anders aan dan hoe dat je het tot nu toe al gedaan hebt. En als allerlaatste, kwam je in voor groep 2. Eentje is genoeg, dankjewel. Het boek der veranderingen. Dus ik zeg net, pak het anders aan. Net zoals een mooie, maar ongebruikelijke melodie ontvouwt zich het goddelijke plan in je leven. Het is niet altijd voorspelbaar. Kwan Yin leidt je in de juiste richting, ook al begrijp je nu nog niet helemaal wat er allemaal in je leven gebeurt. Kwan Yin zal je zegenen met het vertrouwen in de ontwikkeling van je eigen goddelijke pad. Voilà. Dit was voor jullie. Groep 2. Heel veel liefde en licht. En dan gaan we verder met groep 3. Groep 3 dus, hè, met het laatste deck. Dat is mijn nieuwe deck. Dus ik ben excited, want ik heb nog maar één dag. Dat is mijn anime deck. En I love it. Ik ben helemaal verliefd. Dus heel benieuwd wat dat er voor jullie allemaal gaat uitkomen. Ja. Goed, we gaan eerst een thema zien te vragen. Spirit. Dit is groep 3. Wat zijn de boodschappen? Voor groep 3, wat is het thema voor de mensen die gaan kijken naar groep 3? De mensen die kijken naar groep 3, wat is het thema? Voor diegenen die gaan kijken naar groep 3. Thema. Wat moet er verteld worden? Laat maar vliegen. Voilà. Zo simpel is dat. Gewoon zeggen. Och. Dat is eigenlijk... Ja, dat ga ik echt eraf zeggen. 44. Visions of life beyond death. Dit is de groep die al spiritueel bezig is. En er zullen er sowieso wel zijn die daar misschien niet spiritueel bezig zijn, maar die wel heel spiritueel zijn en het niet weten. Dit is een kaart die eigenlijk vertelt dat uw leven een andere richting in gaat, binnenkort, omdat je gaat beseffen en ontdekken wat je wilt doen. Je leven heb je altijd geleid tot op vandaag de dag. En nu gaat er iets zijn, een droom, een teken, een symbool, iets op je pad dat je gaat trekken van het ene pad op het andere. Misschien is dat voor sommigen aan het gebeuren en voelde dat dus nu. Maar voor anderen... Heavy spiritual awakening. In die zin, jullie zien het. Jullie hebben het door. Ja, het is alsof dat je heel scherp bent momenteel. Je bent je aan het focussen op je eigen groei. Sommigen van jullie zijn heel trots op jullie groei tot nu toe. Jullie hebben een pad bewandeld van licht en donker. Je bent er aan het licht uitgekomen. En nu gaan er heel veel dingen ontwaken. Gaven, visioenen, dromen die sterker worden. Als je kijkt naar de kaart op zich, het is gewoon prachtig. Al die derde oogjes hier. Dus you guys are like fully awake. Ik moet er iets aan voorlezen, een zin. Nee.
Dus, even nog. Ik zei net tegen jullie van, jullie zien het. Voor degenen die dat nog niet snappen wat ik daarmee zeg, jullie gaan het zien. Dus er gaat een waarheid naar boven komen. Een inzicht, maar echt zo heavy, dat je denkt van, allee zeg. En dat gaat je leven veranderen. Dus, you are becoming blessed with the ability to truly see. To see what is real rather than what appears to be. This is true insight. What once was considered consequential may soon be found to hold little consequence after all. What once was dismissed as an irritation or an irrelevance may be seen to have great spiritual significance. As mundane as something once appeared it could be, now is it worthy of your absolute attention. The gift of genuine vision takes you into the being of the universal creator. This is sacred terrain, beyond logic, convention, and that which is limited anyway. The more you are open to receiving this true vision, the more love you will feel and recognize within and around you. Something may appear to change form, to be shed, to be lost, to die, but there is always love within. The realization doesn't remove the pain of the loss, but it does provide a way through which it can be healed and eventually transformed into peace. If you have been wondering about your life path or whether you should take action on a project or need inspiration to really move you out of the slump you have fallen into, then the oracle brings you the message of hope. You will receive your vision. Dus jullie zijn aan het expanden, hè? Jullie zijn aan het expanden. Jullie wijsheid gewoon. Oh, voor sommigen, hè, kan dit echt heel simpel gaan over dat je spiritueel bezig bent en je bent je aan het verdiepen in je eigen gaven en pendelen en healing en tarot en boeken aan het lezen en in één keer zie je iets en je snapt het. Je weet wat je komt doen. Of je komt letterlijk iets te weten, zo van iemand, een familielid of een vriendin en even hit je dat in je core en in één keer snap je het. Dus het gaat over echt heel duidelijk weten wat er aan de hand is bij je leven en daarop eigenlijk actie ondernemen en stappen zetten. Ja. Dus ik trek bij iedereen drie boodschappen, dus bij jullie ook. Wat zijn de boodschappen voor groep 3, alsjeblieft? Goh, die schudden zo goed, hè. De boodschappen voor groep 3, alsjeblieft. In verband met Vision Beyond Death zijn een boodschap van groep 3. Dat is allemaal gevallen. Dat wordt hier de lange pile, mannetjes. Dus Vision Beyond Death. Dan hebben we de Coin in Reverse. Ik ga dat allemaal leggen, want dat is allemaal informatie. Ik ga het zo leggen. En gewoon niet nadenken en het geven. Dat is positief. Dus uw mannelijke en uw vrouwelijke energie in uzelf zijn aan het leren samenwerken met elkaar, hè? Daar gaat het dus over. In de zin van, letterlijk wat ik net heb gezegd, uw intuïtie wordt klaar en je gaat leren stappen zetten aan de hand van uw intuïtie. En daarvan hebben we dus de King en de Queen of Wands, de Masculine en de Divine Feminine, die in uzelf aan het samenwerken zijn. Het leuke is ook gewoon, ze liggen echt, ja, in mijn geval, dus juist zo, naar elkaar toe. Dus ze kijken elkaar aan, dus ze werken samen. Dan hebben we de Page of Coins, de King of Cups, Death, String. Je gaat hierbij wat pijn voelen. Die pijn moet gevoeld worden, mag niet ontweken worden, is heel veel van belang, is van essentie zelfs namelijk. De pijn, kijk, ligt gewoon naast de kracht. Dus de pijn gaat ervoor zorgen dat jij sterker gaat zijn dan ooit. Te fucking voren. Ik voel voor sommigen ook heel hard dat ze dachten dat het hen niet zou raken of dat ze sterker waren dan wat ze aan het voelen zijn momenteel. Dat is een verkeerde perceptie. Want het is niet omdat je pijn voelt dat je niet sterk bent. Het is net de pijn voelen wat je heel sterk maakt. Dus dat is een boodschap dat ik moet doorgeven. Er moet een beslissing worden gebruikt. Dus je zit in je brein eigenlijk heel veel aan het nadenken over twee specifieke dingen.
En ik denk voor velen dat het ook wel materieel kan zijn dat er een beetje verlies gaat zijn. Dus bijvoorbeeld, ja, dat je echt weg moet waar dat je zit, of dat je relatie ook als die gedaan is, dat er materieel ook dingen moeten weggenomen worden. Dus het huisje, tuintje gegeven, als je dat ooit hebt gehad, dat dat bijvoorbeeld verbroken is. Dat is iets dat voor sommigen echt wel doorkomt. Je moet je ontdoen van je eigen kettingen. Want je bent in een transformatie. En zoals ik zei, wou ik zeggen, maar dat klopt niet, wat ik nu gezegd. Ja, er ontbreekt nog een stukje van uw puzzel op dit moment. En het is dat puzzelstukje dat je nodig hebt. En dat is die waarheid en dat inzicht en de wijsheid dat moet komen. Je gaat leren wat het woord emotioneel matuur betekent. Dus door zo diep in een storm van emoties te zitten, gaat je binnenkort heel goed sereen kunnen blijven. En die zeilboot die dan verzonk op water perfect kunnen besturen. En gaat je in de toekomst met alle dingen die nog gaan gebeuren, positief en negatief, heel volwassen kunnen omgaan. Het gaat een passie in u doen ontwaken om dingen te doen dat je daarvoor nooit niet had gedurfd. En ik zeg het, voor sommigen heeft het ook echt te maken met gewoon stabiliteit die volledig is weggevallen of gaat wegvallen. En misschien zelfs dat de keuze in uw hoofd zelfs te maken heeft met het volledig wegvallen van stabiliteit. En beseffen dat het woord stabiliteit, materieel gezien, bestaat dat niet. Je hebt dat niet nodig om gelukkig te zijn. Dat is onze illusie op aarde hier. Dus voor die mensen die daarin zitten, jullie gaan echt beseffen wat emotioneel maturiteit is en stabiliteit is. En zien dat waar dat jullie toen zaten, dat dat eigenlijk niet is wat dat jullie gelukkig heeft gemaakt. En dat je nu tot een conclusie komt wat echt liefde is, wat echt passie is, wat echt emotie is, wat dat geluk eigenlijk echt betekent. Sommigen van jullie zijn daar naar op zoek, hadden gedacht dat te hebben, maar beseffen dat ze dat dan toch niet hadden, wat op zich al een heel intens inzicht is om mee om te gaan. Voor sommigen zijn er kansen die worden afgepakt. Allemaal om u even ondersteboven te gooien. En alles wat u niet dient. Alles wat u niet dient. Letterlijk. Het universum is met jullie heel zwaar aan het werk. Met jullie gewoon ondersteboven te gooien. Zo gewoon van laat die maar even hangen. Laat die maar even hangen en laat. Nee, ze hangt nog niet lang genoeg. Hij hangt nog niet lang genoeg. Zodat. En jij bent blind voor wat er momenteel aan het gebeuren is, in de zin van, ik zeg het, er is een missing puzzle piece, je snapt het nog niet 100%, maar dit is je thema, dus je gaat binnenkort alles heel klaar zien en je gaat het snappen waarom het is gebeurd, wat dat het geheim was, wat de echte waarheid is, waar je naartoe moet gaan. Voor iedereen gaat dit iets totaal anders zijn, hè? Voor al diegenen die kijken, de honderden, de duizenden, doesn't matter. Voor iedereen gaat het anders zijn, waarover dat het gaat. Maar de situatie is gelijk. En met de dead card in reverse moet ik u een vraag stellen. En ik ga die letterlijk vanuit dit deck specifiek, wil ik dat voorlezen. Dus even checken, waar heb ik dat gelegd? Dan draai ik terug. Oh, ik heb dat boven gelegd, zeker. Het blijkt toch dat ik het niet ga halen. Ik ben zo terug.
Ik ga het even echt voorlezen van het boek. The truth is this. This kind of debt is not as scary as he thought. It feels natural. It's a fitting outcome to leaving behind all that you are, all that you weren't to be, all to embrace and all that you are. The caterpillar butterfly metaphor makes a lot of sense to you right now. You are truly dissolved into nothingness in order to be reformed into something more authentic and more alive than you were once before. The layers of identity placed on you by society, family, or own fears have been peeled off, and now you feel for the first time in a long time, you feel actually free. Dus dat is iets dat ik moet voorlezen. En dan. Where am I stagnant and clinging to things that I need to release? Dat is een vraag die ik moet stellen. Dus. Het universum is zwaar met jullie aan het werken, jongens. Ik ga daar eigenlijk, ik zeg, ik vraag 3 boodschappen, maar dit is al heel veel in 1 keer. Ik ga kijken of er nog iets anders uitkomt. Moet er nog iets gezegd worden voor groep 3? Is er nog een laatste boodschap voor groep 3? Dit is ongelooflijk. Die kaarten komen zoveel samen. Dus dit is nog een boodschap. We gaan dat aan de kant leggen. Oké. Okay. Ja, de antwoorden. De wijsheid die daar gaat komen, is iets dat u van binnen ook wel dus even op zijn kop gaat gooien. Hè. Neem u tijd om daarvan te herstellen. Of om dat te laten bezinken. Hoe klein het is, hoe groot het is. Het gaat een impact hebben op uw leven. Jij bent dan op dat moment de koning te rijk. Want met die waarheid kun je dus letterlijk stappen gaan zetten. En dan gaat uw mannelijke kracht overpakken. Wees niet bang om dingen te gaan doen in real life. Stappen ondernemen. Ik heb het echt over fysiek iets doen. Als je voelt dat je dat moet doen, doe dat. Wees daar niet bang voor. Het universum gaat je helpen in wat je voelt dat jij moet doen op dat moment. Balans gaat worden hersteld uiteindelijk. Zoals ik net zei, van die golf en schip en zo. Uiteindelijk is het windstil en daarin wordt de balans hersteld. En dan kun je op je gemak je ding doen. Dus die chaos blijft niet duren. Nou ja, even eens. Je moet echt durven om te dromen. Dit is al toekomst. Dus dat is wat er aan het gebeuren is of gaat gebeuren. Dit is echt na de storm. Geef het een plaats. Wat er gebeurd is, geef het een plaats. Schrijf het van je af. Praat erover met je team. Vertel alles tegen een vriendin of een familielid dat heel dicht bij je staat. Maar zorg ervoor dat je het van je af gooit op een manier. Je kunt een brief schrijven en verbranden, je kunt voor sommigen voel ik ook echt dat het nodig is dat ze een connectie gaan hebben met spirit, dus ook je eigen deck kopen of schrijven naar het universum. Maar als je het heel ongemakkelijk vindt om te praten, dan is dat ook een optie. En je gaat ook wat tijd nodig hebben om alleen te zijn en dat is oké. Dus voel niet de nood om sociaal te moeten zijn en af te spreken als je in dit proces zit van je groei, je spirituele ontwikkeling. Het is oké om even je me-time te nemen. En het is zelfs heel erg nodig.
Ja, en hier moet ik iets aan zeggen. Ik weet niet hoe ik het moet verwoorden. De balans die moet worden hersteld. Hoe moet ik dat uitleggen, mannen? Vergeet niet. Ja, het gaat gewoon over niet vergeten waarom dat het gebeurd is op het einde. En ja, ik moet voor sommigen zeggen waarin. Waarin, zelfs op het einde nog, hè, je hebt nu dat allemaal doorstaan. En waarin houd je toch nog een bepaalde controle over iets waardoor dat balans in jezelf niet hersteld kan worden? Dus voor sommigen gaat het moeilijker zijn dan voor anderen. En waarom is dat dan? Dat je die balans niet kunt herstellen. Wat in jezelf wilt dat dan niet toestaan? Of is er nog iemand anders? Voor sommigen is het iemand anders die dan niet toestaat om de balans te laten op zijn plooi vallen. Dus dat is het laatste wat ik nog moet zeggen daarover. Dan, mijn aartsengel. Michael voor groep 3. Richt jezelf op een goddelijke en volmaakte gezondheid. God en aartsengel Michael, mijn dank voor jullie voortdurende geheugensteuntjes om mijzelf op een volmaakte gezondheid te richten en voor het feit dat jullie me adviseren wat ik moet doen zodat ik gezond blijf. Neem gezondheid heel breed, fysieke gezondheid en mentale gezondheid. Dus. Wat wil dat zeggen? Zorg voor uzelf in dit proces. U niet laten gaan. Uw eigen graag zien en voor uzelf zorgen. Die zelfliefde is heel belangrijk hier. Is er nog iets dat Aartsengel Michael wil zeggen tegen groep 3? Ja, oké. Okay. Ga wat vaker naar buiten. Komt weer op hetzelfde neer. Dus die me-time is nodig. Detoxen van alles. Goed eten, goed bewegen. Ja, ik moet hier niks meer over zeggen, voel ik. Is er iets wat jullie moeten loslaten? Wat moeten jullie nog aan werken om los te laten op dit moment? Ja, voilà. Surrender to success. You are ready to experience abundance. Don't look back at previous roadblocks or difficulties. Leap into your exciting new world of possibilities. Dat is u overgeven aan het idee, alles komt goed. Ik verdien het dat dit goed komt. U focussen op dat het al goed gekomen is en dat je daar geen zorgen meer rond moet hebben. Is er nog iets dat groep 3 moet horen? Waar moeten ze zich aan overgeven? Surrender to your full power. Dus ik ga even hier onze strength card erbij pakken met de leeuw. We hebben 2 keer de leeuw. Dus je moet leren om je echt krachtig op te stellen, te voelen. Your life is calling for you to step in your full power rather than playing it small. Dus eigenlijk, nu ga je de hoofdrol kunnen spelen in je eigen leven. En dat is van groot belang. Is er nog iets dat moet gezegd worden tegen groep 3? Als er iets moet gezegd worden tegen groep 3. Laat maar vliegen. Sad embrace 45. In reverse. Are you suffering over your suffering? Do you feel that life is threatening you and treating you unfairly and that you have been robbed or deprived or of what you are entitled to? Wow, ik zeg daar straks net dat er echt iets van u gestolen is. Lol. Do you long for a love that eludes you or the success that has been bestowed upon others? Righteous anger and a sense of entitlement lead you into the trap of ego. Your suffering and your loss will pass if you let them. Dat is wat ik bedoel met voelen. Het is oké om dat te voelen.
If you hold on to your perception of unfairness, then you'll find yourself in its grip, unable to breathe freely. Zo dus. The only solution is to drop your victim stance and embrace the sadness to that it might dissipate naturally in time. Trials and tribulations build character, which is its own gift. Find something to be grateful for. Take responsibility for your part in all the matters. However, painful it may be, to sit with your sadness, remember that you are loved and you will never be left alone. Have faith, for this too shall pass. You are not victim. You are only a traveler on a hero's journey. It's okay to be disappointed for now, but know that someday you will look back and see the great value in this experience. Wauw. Het leuke is voor mezelf dan, omdat ik die reading doe, dat de kaarten die ik dan vertelde via tarot en achteraf iets wordt verteld dat ik dan al heb gezegd, vind ik voor mezelf altijd heel waanzinnig. Het is een diepe, het is een moeilijke. Maar er komt een klaarheid, een waarheid. Ja, dat is eigenlijk al wat moet gezegd worden. Dus sit with your sadness. Het is oké, je mocht dat allemaal voelen. Hè? Maar verdrink er niet in. Want de bedoeling ervan is om dat te doen. En om te eindigen. Kuan Yin voor groep 3. Kuan Yin danst met creatieve energie en licht aan de hemel, op dezelfde manier wanneer wij onze creatieve spirituele krachten aanspreken. En dan zorgen we ervoor dat ons leven en het leven rondom ons heen opbloeit. Het scheppen is een natuurlijke kracht, een spirituele kracht in ons. Het forceren kan het proces vertragen. Het is tijd om nu op te houden met hier tegen te strijden. Laat het manifesteren gebeuren. Vertrouw, laat los. Laat creatie stromen. Dat is nog één dat ik moet pakken, zeggen ze. Dus nog één. Voor groep 3. Om te eindigen. Ah nee, kom aan. Hè. Kies nog eentje, Spirit. Alsjeblieft. Daar gaat het. Wanneer de ziel er klaar voor is om haar vleugels uit te slaan, wordt ze diep gereinigd en gezuiverd en bereidt zij zich voor op de nieuwe niveaus van spirituele wijsheid, kracht en licht. Net zoals de feniks die door het hemelse vuur wordt gedoopt om opnieuw geboren te worden, ga je door dezelfde fase. Spoedig daarna zul je genieten van een grotere spirituele vrede, goddelijke kracht en vooruitgang op je goddelijke levenspad. Voilà, dat waren de boodschappen voor groep 3. Veel liefde en veel meer.